De Nederlandse Bank vindt dat we te weinig betalen voor de autoverzekering. Dat schrijft de toezichthouder in een brief aan verzekeraars. En die kunnen daardoor in financiële problemen komen. Goedemiddag, All Secure met Marina Moedreas. Waar kan ik mee helpen? Glibberen en glijden, ook vanmorgen. Door het slechte weer worden steeds meer ongelukken gemeld. U bent over de kop gevlogen. Is alles goed met u? Gelukkig is de gladheid meegevallen vanochtend en het valt reuze mee met het aantal telefoontjes. Vandaag viel het dan nog mee, maar toch zien de verzekeraars de schade door het winterweer oplopen. En dat terwijl de inkomsten terugvallen. Door een moordende concurrentie daalt de premie. De consument profiteert daarvan, maar de Nederlandse Bank maakt zich zorgen. In deze brief aan verzekeraars noemt de toezichthouder dit een zorgwekkende situatie, omdat de reserves van de verzekeraar niet voldoende zijn, waardoor de financiële positie in gevaar komt. Dit jaar ging al één autoverzekeraar failliet, INEAS. De Nederlandse Bank vreest dat andere verzekeraars volgen. Nou, ik denk dat de Nederlandse Bank nu de noodklok luidt. En die zullen die verzekeraars die inderdaad onder kostprijs verkopen vragen om een voorziening aan te gaan brengen. Zodat de consument nooit de dupe hiervan wordt. En ja, die voorziening moet wel ergens vandaan komen. En dat zal onherroepelijk gaan leiden tot een prijsstijging. Uit de brief van de Nederlandse Bank blijkt dat veel verzekeraars op dit moment verlies leiden op